dat is wat we nu al. Deze maand in samenwerking met... Ik heb een mini shoplogje voor jullie. Ik ben naar de Primark geweest en ik heb daar wat shirts en dingetjes gekocht. Niet zo heel erg veel, maar ik vond het toch wel leuk om een klein filmpje op te nemen voor jullie. Dus, here I go. Oké, allereerst heb ik een broek gekocht. Hij was, was ik eigenlijk niet van plan. Maar deze broek die was 5 euro. En voor 5 euro hoef je niet naakt te lopen. Dus ik heb een broek gekocht. Vond dit wel een grappig detail. Dat zit erop. En het is een skinny. Hij is wat kort, heb ik het gevoel. Maar nogmaals, ik heb hem gepast. Hij zat lekker. Dus ik ga niet klagen. Dit vond ik heel erg grappig. Dan heb ik wat ringen gekocht. Over de knuckle rings. Ik vind ze leuk. Jullie hebben ze me wel eens vaker zien dragen. En nou, voor 1,50 hartstikke grappig. Zo'n oneindig dingetje en zo. Het is natuurlijk hartstikke nep. Maar hartstikke leuk. Wat zeg ik vaak? Hartstikke. Zou ik heel erg blij zijn met deze over de knuckle rings? Dan, voor 50 cent heb ik oranje plaknagels gekocht. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal begrijp waarom ik dit heb gepakt. Soms word ik een beetje verleid door de prijs, denk ik. Want wat ik eigenlijk niet op mijn nagels wil doen, zijn van die nagels met lijm. Want ik kan daar niet zo goed tegen en dan scheur ik ze eraf en dan zijn mijn hele nagels zijn, zeg maar, naar de maan. Dus ik ga kijken wat ik hier nog mee kan doen. En ik denk dat ik in mijn achterhoofd had dat ik dat leuk op Koningendag kon opdoen of zo. Ik weet het niet. Soms weet ik het gewoon niet. Dan heb ik een trui gekocht met vleermuizen erop. En op het haakje zag het er niet zo heel erg boeiend uit. Maar toen ik hem aandeed, vond ik hem toch wel heel erg geinig. En deze was ook 5 euro. Dus weet je jongens, lekker warm voor de winter. En mijn kinderen vonden hem heel stoer. En daarom heb ik hem uiteindelijk gekozen. Dat was het. Dan heb ik voorbij mijn mooie rode lippenstift een rode blouse gekocht. Ik heb niet zo heel erg veel. Ik heb wel veel kleur in mijn kleding, maar niet zo heel erg veel rood. Dus dat ben ik nu aan het kopen. En deze vond ik erg mooi. En die was 13 euro. Nou, daar kunnen we voor naar huis, hè? Ik heb toen ook nog een soort spijkerachtige blouse gekocht. Een lichte. Die wilde ik eigenlijk al heel erg graag. En ik zat te denken van, zal ik een blauwe nemen of niet? En uiteindelijk heb ik gewoon zo eentje genomen. Met hele leuke knopjes. Waar zijn de knopjes? Waar zijn de knopjes? Dus dat vond ik een leuk idee. Sorry van de nagels. Normaal probeer ik een heel klein beetje wat netter door het leven te gaan. Alleen, ik zie er heel erg tegenop om deze nagel eraf te halen. Want volgens mij is dat echt een rotwerk. Dus daar, ben ik een beetje aan het uitstellen. En dit ziet er natuurlijk heel oncharmant uit. Maar de nagellak, jongens. Oh, geweldig, geweldig. Waar staat die? Waar staat die? Ik ben er echt helemaal kapot van. Hier komt nog een artikel over op mijn blog. Want de Frosted Sand look van Gosh. Oh my gosh. Dan heb ik, even kijken, heb ik nog een soort topje gekocht. Hij is niet helemaal rood. Ik vind hem een beetje framboos-roosachtig. Maar ja, deze was ook heel erg goedkoop. Ook maar 5 euro. Er is een soort sale, denk ik, of zo. Want het was niet een duidelijke sale, maar er waren heel veel rekken met, nou ja, afgeprijsde artikelen. Dus dat was ook leuk. Ik heb trouwens maat 16 bij Primark. Dus dat komt overeen met 42. Dat is ook een beetje mijn confectie in maat 42-44. Ik heb sokken gekocht. Ik ga steeds uit beeld. Het is heel gezellig. Ik heb sokken gekocht. Want je kan nooit genoeg sokken hebben. En dit zijn knee high. Dus daar heb ik helemaal niet op gelet. Dat zijn hele hoge sokken. Nou ja. Hartstikke leuk. Heb ik ook lekkere warme knieën in de winter. Dan heb ik nog een grote ketting gekocht. Die vond ik wel erg cool. Dit is helemaal in tegenwoordig, deze kettingen. En ik vind het niet altijd leuk. Maar deze die voelde wel echt zwaar aan en niet zo heel erg plastic. Dus die vond ik mooi. En die was maar 6 euro. Dus dat is natuurlijk ook niet zo heel erg duur. Dan heb ik onderbroeken gekocht en die ga ik jullie niet laten zien. Maar die waren ook in de aanbieding. Ultimate Comfort voor 3 euro. Nou, weet je jongens, dat is lekker.
Even kijken, dan heb ik nog een topje gekocht die alles corrigeert. Want dat hebben we nodig in het leven, dat weten dames zoals ik. Die was 2 euro. Nou, dat trekt het allemaal strak. Ik weet niet of het allemaal strak, maar dat was de bedoeling. En nog een riempje. Ik zit vast aan de tas met mijn riempje. Dit riempje was 1,50. Niks bijzonders, maar ik vind het altijd wel handig om dat soort riempjes te doen. De riempjes bij mij, die passen soms gewoon niet zo heel erg goed. En deze heeft gaatjes, maar je kan hem ook gewoon hier tussen frotten, mocht dat nodig zijn. Dit was mijn shoplog. Ik vind het super leuk. Mijn haar, ik heb echt een bad hair day vandaag. Dus don't mind the look. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile feel pretty.